Yo, wat up gasten, welkom bij deze hele speciale aflevering van de Geek Talk. Ik sta hier vandaag met Vincent en met Rick. En ik zelf ben natuurlijk Bardo. Wij gaan vandaag praten over Breaking Bad, de allerlaatste aflevering. Daarnaast ook Ozymandias, de ene laatste aflevering. En nu de finale, Felina. Wat vonden we ervan? Tot zo na de intro. We beginnen bij de ene laatste aflevering, dat heeft natuurlijk een reden. Het is eigenlijk een soort tweeluik, die laatste twee afleveringen. Ja, de ene laatste aflevering werd erover gezegd, het is een hele depressieve aflevering eigenlijk. En ja, ik vond het ook wel een van de mooiste afleveringen, denk ik. Ja, helemaal, want die aflevering daarvoor, zeg maar aflevering 14, dan breekt gewoon de pleuris uit. Walter zit in een hoek, hij kan nergens heen. En Ozymandias heet hij geloof ik, de aflevering 15. Nee, Granite State. Oh, Granite State, aflevering 14 was Ozymandias, die hele goeie. Maar in aflevering 15 zie je uiteindelijk Walter naar de tering gaan en een beetje wegkruipen in een hoekje ergens in Alaska of waar dan ook. Er gebeurt eigenlijk helemaal vrij weinig in de ene laatste aflevering. En dan ja, eigenlijk een soort voortripje op de laatste aflevering, want dat was echt de bom die alles insloeg. Vond je niet, Bardo? Ja, dat is zeker een bom. Het was echt de perfecte tik in de tijdbom als je dan dat einde hebt. En je ziet het shot, dat politie, dat gebouwtje binnenkomt in Alaska. En je ziet... Oh, die muziek was perfect, echt. En je ziet dat drankje staan van Walter. Helemaal leer. En je zag ook daarvoor dat hij achter de tv zat met het nieuws. En je zag hem zo boos worden. Want hij kon natuurlijk niet boos worden met die mensen. Maar hij was woedend. Hij was woedend. Oh, dat vond ik ook zo vet. Wat ik zo raar vond, de aflevering daarna dan, om over te gaan. Ik had zo verwacht dat hij gaat ze vermoorden. Maar nee, hij maakt heel erg juist misbruik van ze. Ja. Om zijn doel te voltooien. Dat maakt Breaking Bad zo sterk eigenlijk. Dat er de dingen die je verwacht, die gebeuren juist niet. En juist tegenovergestelde. Dus je kan eigenlijk nooit zeggen wat je van de serie, wat er gaat gebeuren, weet je. Want het is altijd anders. En ja... Het is gewoon episch wat er gebeurde. Ik werd emotioneel ervan. Ik weet niet hoe het met jullie zat. Nou, einde heeft me niet geraakt. Ik werd alleen een beetje emotioneel toen Henk stierf. Ja, ook. Maar bijvoorbeeld ook waar jij dan niet emotioneel van werd, maar ik. Dat hij dan afscheid nam van zijn kind eigenlijk. Dat hij dan nog net met die hand door dat haartjes ging van meisje. Ik ben nu al bij de laatste aflevering. Komen we zo? Sorry, we zijn nu nog bij de ene laatste zijn we nog. Want we moeten nog wel verder toelichten. Want de ene laatste aflevering, het is de opbouw. En het was een briljante opbouw, vond ik. Echt waar. Ja, je zag ook gewoon op een gegeven moment die eenzaamheid van hem. Toen kwam die man, die kwam zijn spulletjes brengen en hij zegt van ik geef je 10.000 euro als je een uurtje bij me blijft. Ja, want het was ook, het enge was, hij was zo opgemaakt dat hij heel oud werd en allemaal. En dan hadden ze met behind the scenes hadden ze dan gedaan dat ze helemaal rubber om zijn kin hadden gemaakt. En ze veel meer rimpels en zag echt een beetje vertiefd uit. Weet je wat het is? Je weet dat een serie briljant is als je dat kan verzinnen met die ring. Juist dat die ring van zijn poot afflikkert, dat hij gewoon te dun is om zijn trouwring te dragen, dat vond ik zo mooi. Prachtig. Dat zie je echt, dat hij kanker heeft toegeslagen en dat hij nu ervoor moet gaan. En dat deed hij ook in de laatste aflevering. Ja, klopt. Nou, voel je het ezelsbruggetje? Ja, ik voel het ezelsbruggetje. Maar ja. Ja, dat was dus heel erg emotioneel, vond ik. Want je had zeg maar de top en dalen, maar ook natuurlijk op het einde. Ik weet niet, mag ik spoilen? Ja, dit is de Geek Talk. De Geek Talk, het is natuurlijk een tering mooi gezicht om die calls door die mensen te zien, eigenlijk de bad guys die eigenlijk helemaal geen bad guy waren, maar bad guy werden door de aanslag naar Henk. En, ja, je begint bij het einde van het einde. Oh, je moet beginnen bij het begin, man. Hij ging eerst naar Grace en Gretchen toe en ik vond dat zo vet dat hij daar binnen zat. En je ziet die mensen naar binnen komen, praten over een pizza en op een gegeven moment zie je dan Walter op de achtergrond uit de schaduw stappen. En gewoon heel chill, rustig, ja. Een fotootje bekijken. Ik was serieus, ik zat te kijken en ik was woedend op Walter, want hij stond in die kamer gewoon aan de andere kant van de kamer die fotolijst te kijken. Ik dacht, Walter, wat doe je nou? Val ze aan, steek ze neer, met doe iets! En dan die gozer die met dat mesje stond van, ja, je kan hem wel neersteken, maar hij boeit me eigenlijk helemaal niks. Jij moet gewoon het geld geven. Toen stond hij met dat mesje en dacht, Walter, you don't want to go that road. Het was briljant. Ja, prachtig, gewoon ga geld geven aan mijn zoon, want ik kan het niet doen. En ik heb gewoon geen ene fuck meer, alles ben kwijt. En, ja, ik ga toch wel dood. En uiteindelijk ging hij toen door naar zijn vrouw natuurlijk, Skyler, het grote afscheid. Prachtig moment ook. En dan wat ik zei inderdaad, emotioneel, dat die hand door die haartjes van dat kind. En het is zo mooi gedaan gewoon. En ja, ik werd emotioneel van. Ik vond het zo mooi dat je aan de blik van Walter kon zien van, ik heb het verneukt. Ik ben big time de lul. Nou, maar als je bekijkt, van het begin van de serie, zijn doel was zorgen voor zijn familie. En het is hem in de laatste aflevering precies gelukt. Want in het begin zei hij dat je hebt 2 jaar te leven.
Hij gaat de 52e en het is hem precies voltooid. Het geld is bij zijn familie gekomen. Ja, het einde van de hele reeks. Walter White, Heisenberg, heeft gewoon gewonnen. Over 9 jaar, of over 2 jaar, sorry, dan krijgt Walter Jr. gewoon die 9 of 8 miljoen dollar. Dat is gewoon ziek. En Walter is dood, precies zoals de serie had moeten zijn. Zo is het ook gegaan. En dan... Ja, het is een jammer dat je natuurlijk niet ziet wat er achteraf gebeurt. Maar ik denk dat ze dat voor de kijker hebben laten invullen. Dat de makers zeggen van, jullie mogen zelf bepalen wat erna gebeurt met Jesse. Dat vind ik serieus een groot kritiekpunt. Want kijk, Jesse rijdt weg, Walter gaat dat lab in. 2 minuten later is de politie daar. Dat betekent dat als Jesse als zo'n blinde mogol is gaan rijden, dan is hij dwars naar de politie gereden. Dat betekent dat Jesse gewoon is opgepakt en nooit meer vrijkomt. Ja, dat klopt. En dat, ik wil weten, ik zou zeggen, en dat meen ik, heb erover nagedacht. Breaking Bad moet een film maken. Sorry. Maak een film over het leven van Jesse Pinkman. Heb je wel gehoord over de spin-off? Ja, dat is Better Call Saul. Better Call Saul over Saul. Ik ben wel benieuwd. Ik heb wel mijn twijfels eigenlijk over of het vet gaat worden, maar ik ga hem sowieso wel kijken. Het lijkt me gewoon heel leuk. En het enige wat ik wel nog wou zeggen over Jesse, zal terugkoppelen. Ja. Want ik moet zeggen, er zat 1 scène in met dat doosje. Waar zoek het op? Weet je het niet meer? Hij maakte toch doosjes altijd vroeger? Nee, dit heeft hij verteld bij de afkikkliniek. Dat hij was nooit trots op iets wat hij deed. Totdat hij daar zat en hij vertelde dat hij ooit een prachtig doosje... En ik zat ook te kijken en ik denk, wat doet hij nou? Hij maakt een doosje. Alleen op het einde, dat doosje was zo mooi. Het was zo'n prachtig doosje. Ik snapte eigenlijk de hele scène niet meer. De terugkoppeling naar dat verhaal van dat doosje. Ik dacht, hij maakt een doosje en hij wordt in één keer wakker uit zijn droom. Want dat zit natuurlijk nog steeds in het meth lab. Ja. En jij wat zei? Ja, nee, klopt. Dat hij dat doosje voor zijn moeder had gemaakt, toch? Uit een soort eerbetoon van dat hij zoveel van haar houdt. En het klopt inderdaad wat je zegt, dat het op het eind nog even dat ze nog terugblik. Want de serie is een en al terugblik op andere aflevering. Dat maakt het ook wel sterk, vind ik. En mijn t-shirt. Dat was trouwens ook, moet ik heel snel zeggen, bij aflevering 15 vond ik dat zo mooi dat de aflevering begon, zeg maar 2 jaar geleden. Dat je hun dan ziet staan bij de allereerste coke. En dan zie je Walter even met Skyler bellen. Met een smoesje. Precies. Ik moet zeggen, jongens, het is nu klaar. Breaking Bad is afgelopen. En de laatste aflevering is memorabel. Het is precies zoals het had moeten zijn. Ik ga er zeker, ik heb hem 2 keer gezien, de hele serie. Ik ga hem zeker 3e keer kijken, want het is gewoon geweldig. Jij? Ja, en dat, vooral dat nummer op het einde is ook al blijven hangen, hoor. Baby Blue. Ja, oh, die was perfect. Die was echt... Dat is serieus. Ik zie Vincent klappen. Ik heb een microfoon in, want anders klapte ik met je mee. Baby Blue. Baby Blue. Hoe de fuck hebben hun dat nummer gevonden? Ja, Google. Baby Blue is een van de beste nummers die je maar had kunnen gebruiken in de serie. Ja. En eigenlijk wat ik nu ik over nadenk, ik ga ook gewoon een keer een soundtrack kopen van de hele serie. Ik heb het gedownload eigenlijk, de hele serie. Soundtrack staat op mijn mobiel, moet je het horen? Nee, ik hoef het nu niet te horen, misschien na de opnames. Maar toch, de hele soundtrack is ook gruwelijk. Breaking Bad, allerbeste serie aller tijden. Ik hoop het. Ik tot nu toe, momenteel, ik denk dat hij momenteel op nummer 1 staat voor mij. 100%. En nummer 1. En bij mij ook 100% de nummer 1. Ik heb nog nooit zoiets gezien, zo briljant. Ik vind het jammer hoe Jesse Pinkman net niet goed is afgerond. Maar voor de rest, Breaking Bad, allerbeste serie aller tijden. Bedankt voor het kijken naar deze Geek Talk. Volgende week zijn we er weer. Want, dames en heren, The Walking Dead seizoen 4 gaat beginnen. Jazeker, wij gaan dan met jullie verder praten in Geek Talk. Later. Bye. Bye.